Ik ben Frijns, vrijwilliger bij het Ursulinenconvent, het familiemuseum. En ik ben vooral in de baliewerkzaamheden verricht daarbij en ook wat voor het VVV. Ik ben 2,5 jaar geleden gepensioneerd. En de eerste half jaar, drie kwart jaar heb je de vrijheid van ik heb vakantie. Allemaal leuke dingen, alle klusjes opknappen. En dan loop je tegen de winter aan en dan wordt het wat stiller. En na verloop van tijd mis je toch je zingeving en je sociale contacten erin. En ik denk dat vrijwilligerswerk daar een invulling kan op zijn. Ik heb altijd bij de facilitaire diensten gewerkt. Dus het ondersteunen van organisaties en het uitoefenen van hun taken erin. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Met mensen bezig zijn, mensen helpen hun organisatie goed uit te voeren, werk goed te doen. En daar faciliteiten voor te regelen. En dat trekt mij wel. Als je binnenkomt, zorg dat je het museum opent. Je kijkt dus alle zalen even na. Staat alles nogal netjes erbij? Branden alle lampjes? Zijn alle deuren open? En zo loop je dat zaal voor zaal loop je dat even af. Kom je binnen, dan ga je naar de andere de balie. Dan zorg je voor de administratie even bijhouden. Kastcontrole doen. Zorg dat de entreekaartjes klaar liggen. Je schrijft dat je aanwezig bent. Zet de koffieapparaten klaar. En zodra bezoekers komen, ontvang je die. En maak je een beetje wegwijs. Je geeft ze een handleiding mee. En die gaan dan naar het museum. En dat kun je bewaken via camera's. Die we bij de balie hebben. Van hoe gaan de mensen om in het museum? Gebeurt er geen gekke dingen? Dus daar ben je eigenlijk mee bezig. Ik ben nu een uurtje of 4 in de week ben ik bezig met de balie. Maar daarnaast zorg ik ook voor de administratie van de vrienden van dit museum. En ik maak de badges voor de nieuwe vrijwilligers die er komen. Dus het zal dat zijn gemiddeld een uurtje 6 per week. Dat is afhankelijk om te doen. Soms hebben we wat klussen. Dat we in de tuin iets moeten doen, in het museum iets moeten opknappen. Dan is er maar meer tijd. Maar dan kun je vrijwillig inpassen. Iedereen gaat er heel flexibel mee om. Dus dat is lekker. Het voelt een beetje als ook bij passen bij dit museum als een familie. Je wordt helemaal opgenomen erin. Dat is een soort warm bad waar je meteen komt. En je wordt bij alles betrokken. We zijn, denk de vaste kern is een man of 20. Maar daaromheen denk ik dat we ongeveer 40 vrijwilligers hebben die regelmatig eens worden ingezet. Al is het maar van klusje, buiten gebeuren, binnen gebeuren erin. Dit is eigenlijk een Ursulinenklooster geweest uit het verleden. Naar de rand het gemeentehuis, een nieuw museum. En die heeft ook een historie met de gemeente IJsden. Het zou zonde zijn als we dit pand niet meer hebben. En ik denk dat nu met een museum erin weer een doelstelling heeft. Dat kun je alleen, denk ik, rendabel houden met behoorlijk wat vrijwilligers erbij. Meestal streven we aan dit gedeelte van het familiemuseum waar verteld wordt over het ontstaan van de mens. Het begint dan met Eugène Dubois, natuurlijk een IJzenaar die hier in IJzen gewoond heeft. Dat spreekt natuurlijk ook altijd tot verantwoording. En eigenlijk in het verhaal erin van hoe is er mensen ontstaan, je ziet ook stammen en volkeren. Dat begint met familiewapens bijvoorbeeld. Dat is al heel vroeg begonnen. Toen waren de maskers, begint waren het vlaggen en wapens. En natuurlijk de Ursulinekamer, vind ik ook bijzonder. Vooral omdat dat een historisch gegeven is van IJsden. Die heeft lange tijd invloed gehad hier in IJsden. En fijn dat er één kamer bewaard is waar dat verhaal nog verteld wordt. En de jongeren hier in IJsden. Je ziet ook veel emoties van oudere mensen die vroeger hier op school hebben gezeten. En dan terugkomen en dat echt die kamer nog zien en die beelden zien. Dan was het toch wel emotioneerd nog dat het verhaal nog leeft. Dus dat vind ik wel leuk van dit museum. Dat ook daar aandacht voor is. Maar ik vind het altijd wel leuk als mensen die komen hier binnen en weten eigenlijk niet goed wat ze mogen verwachten. En als ze weer naar buiten komen zeggen ze, hey, heel verrassend. Had ik niet gedacht dit hier tegen te komen. Zoveel informatie. Eigenlijk moet het nog een keertje terugkomen, want je ziet hier zoveel. Maar toch wel eigenlijk iets zeggen van over het ontstaan van de mens. Het klinkt zo simpel, maar eigenlijk is er zoveel informatie over bekend. En soms ook heel logische informatie die volgens zijn. Je maakt wel nieuwe contacten, je ziet nieuwe mensen, waar ook nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. En je bent toch eigenlijk weer zinvol bezig. Het is wel vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend natuurlijk. Je hebt toch bepaalde plichten. Als je staat ingeroosterd, hoor je dat te zijn, want die andere vrijwilligers wachten op je. Dus die verplichting ligt er wel een beetje op. En dat is ook goed, denk ik. Dat je een beetje een verplichting hebt in al die vrije tijd die je hebt.